Gio, moet je een beetje limonade? Ja. Kom maar naar binnen. Buurvrouw, zin in een kopje koffie? Ja! Lekker! Ik maak de deur wel even open. Ga je mee? Hallo, ik ben Shamim Massera, ik ben 17 jaar oud, ik woon in Arnhem-Zuid en mijn ouders komen uit Bonaire. Kom maar binnen. Dankjewel. Hallo. Hi. Ik ben Caroline. En Janine. Moeder van Shamim. Oh. Dus hier woon jij? Ja. Hi. Hi. Caroline. Janet. Hi. Ja, klopt. Ik zit lekker. Dankjewel. Lies het alsjeblieft. Nou, Shamim, je hebt me uitgenodigd voor een lekker kopje thee. Ja. En je vertelde net al dat je uit Bonaire komt. Of tenminste, jouw ouders, ouders komen van Bonaire. Ja. Ja. Ben je er zelf wel eens geweest? Ja, 2 jaar geleden of 3 jaar geleden. 2007 dacht ik. Toen ging je naar vakantie? Ja. Ja. Maar je hebt er nooit gewoond? Jawel. 1995 waren we teruggegaan. Ja. En toen bleven we daar tot 2000. En toen kwamen we weer naar Nederland. En tot nu. En in 2007 was ik weer gegaan. Ja, oké. Okay. En dan woon je hier in Arnhem-Zuid. En wat doe je zo al op een dag? Ga je naar school of werk je? Ik ga naar school. Uh-huh. En na schooltijd kom ik gewoon naar huis. En wat doe je voor opleiding? Helpende zorg en welzijn. Oh, wat een hoop huizen. En dat duurt dan 2 jaar. En daarna ga ik iets met ouderen doen of met kinderen. Ik weet nog niet precies wat. Oké, maar je wil wel graag iets in de zorg doen? Ja. Ja, wat vind je daar zo leuk aan? Ik vind de ouderen zo leuk. Ja, ik wil graag met demente ouderen gaan werken. En dat lijkt me wel leuk. Ja. En zou je dat dan graag in Nederland willen doen of liever op het warme eiland Bonaire? Wel in Nederland. Ja? Ik wil daar niet gaan wonen of zo. Nee. 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 Wat is het verschil tussen Nederland en Bonaire? Warm. En ja, daar zo anders. Hoe groot is het eiland ongeveer? Hoeveel mensen wonen daar, weet je dat? Dat weet ik niet. Of waar kan je het mee vergelijken met welke stad? 3500. Oh, ik hoor iets uit de keuken. 3500. Wie staat er in de keuken dan? Mijn moeder. Oh, en ik zie ook nog een meneer zitten in de keuken. Wie woont hier allemaal in huis? Mijn broertje. Ja? Yeah? Mijn moeder. Ja? Yeah? Mijn stiefvader. En ik. En soms krijgen we gewoon bezoek of zo. Oké. Okay. En wat is echt typisch eten van Bonaire? Mijn moeder heeft net wat gemaakt. Zal ik het even pakken? Oh, nou lekker. Heeft je moeder het zelf gemaakt? Ja. Dit is het dan. Dit is het dan? Ja. En wat is het? Johnny Kick. Johnny Kick? Ja, en dan eet je het met beleg of zo. Ja? Maar met kaas is het lekkerste. En dit is gewoon een soort van broodje? Ja. Het is heel zwaar. Wat zit er allemaal in? Is van meel gemaakt. Kan ik er zo een hapje van nemen? Ja. Wil je de kaas ook mee? Oh! Wil je de kaas? Nou, lekker! Mag ik de kaas erin doen? Dan neem ik weer een kopje mensen. Dankjewel. Het smaakt een beetje naar een soort van oliebol of zo. Ja. Een soort, maar we smaken het met meel, water, een beetje water, ja? Melk. Ja. Nou, even de combinatie met de kaas proberen. Ook lekker! Het is echt heerlijk. Maar wat me net opviel, is dat heel veel Nederlandse mensen, die hebben gewoon een hele gebit wit. Ja. Maar Antilliaanse mensen, die hebben vaak heel veel gouden tanden. Waarom is dat? Ik weet niet, omdat ze het mooi vinden of zo. Maar niet om, ja, sommige mensen doen het wel om stoer te zijn of zo.
Maar sommigen doen het ook om mooi te vinden. Dus het is niet iets wat de tandarts zegt van het is tijd dat die tand eruit gaat. Je mag niet zijn wit ervan houden. Nee. Er zijn ook mensen die gewoon een gezonde tand eruit halen en een gouden ervoor in de plaats doen. Ja. Dus het is net zoiets waar bijvoorbeeld... En dan moeten ze een stukje van de tand moeten ze dan afzagen. En er wordt dat gouden overheen geduwd. Ja. Zou je zelf ook een gouden tand willen? Nee. Nee? Ik vind het niet mooi. Nee. Ondertussen is er iemand nog binnengekomen. Je zei al dat je broertje hier ook woonde. Ja. En je broertje die zit lekker een computerspelletje te spelen. Ja. Kom er eens bij. Wat speel je voor spelletje? Total Reason. En vind je het leuk om te spelen? Ja. Dus is dat jouw grote hobby of heb je ook nog een ander hobby? Ik heb een andere woning. Okay, moet je vaak op je broertje oppassen? Nee. Waar zit je nou op school? Op Arnhemse Buitenschool. Arnhemse Buitenschool. En in welke groep? 4. Oké. Nou, ga ik weer verder met je mee. Nou, ik kijk net in de gang en er staan opeens allemaal Antilliaanse jongens. Is dat allemaal familie voor jou? Ja. Ja. Heb je veel neven en nichten, denk ik dat het zijn? Ik denk dat ik meer op Bonaire heb dan wel hier. Oké, ja. En nou valt me op, je zit allemaal lekker te kletsen in de gang. Is het waar dat Antilliaanse mensen altijd lekker luidruchtig zijn? Ja, ze maken heel veel lawaai. Ja, en op wat voor manier dat? Ze kletsen gewoon graag met elkaar. Ja. En verder, hoe moet ik me dat voorstellen? Als er hier thuis een feest is bijvoorbeeld, hoe gaat dat dan? Met harde muziek, lekker eten, taart, drinken. En liever buiten dan binnen, denk ik? Ja. Ja. En wat doe je dan buiten? Dansen, eten uitdelen, vragen of mensen drinken willen. En we spelen een soort bingo, zeg maar. Ja? Het heet Bonkoné. Bonkoné. Ja. En heb je dat spelletje hier ergens? Ja. Oh, het ligt zelfs op tafel. Iedereen die pakt 2 kaartjes. Ja. Of ik weet niet hoeveel je wilt. Ik pak er 2. Ja. En dan pak jij de 2. Wat zijn 2 goeie? Je kan kiezen. Die? Ja, je moet wel de beste, hè? Ja? Oké. Okay. Geef. Nee, 2. Ja. Wij spelen samen, hè? Ik neem 3. Want ik wil winnen. Want als je meer hebt, hoe kans heb je? Ja, hoe meer kaarten, hoeveel minder, hoe kans, meer kaarten. Ja. Hey, en als ik dadelijk prijs heb, dan roep ik bongo. Bonkoné. Ja. En wat betekent dat? Dat je gewonnen. Zo heet die spel. Zo heet het spel. Oké, dus bongoné. Ja, bonkoné. En als ik het vals roep, dan moet ik een liedje zingen. Ja. Ja. Dan weet ik dat. Ja, gaan we beginnen? Ja, bongoné. 11 zwart. 11 zwart. Nee. 11 banaan. Oh, dus weer de banaan. En nee, ook niet. 6 banaan. Ja, ik heb er 12. Ik heb hier. We hebben helemaal de verkeerde kaarten. 4 banaan. Ja. Nee, dat is een andere banaan. Ja, jawel. Is 4 banaan. Dat is dezelfde banaan, is dat ook. Okay. 7 beker. 1 zwart. 8. 9, 6, 10, 10 banaan. 12 goud. Nee, je moet 11. 6, 10 banaan. 5 beker. Nee. Het is beter met 12 zwart. Oh, zwart ook nog. 12 zwart. Ja. Zwart. Ja. Oh, nog eentje. Nog een zwart. 12 zwart. 10 banaan. 10 banaan. 6 beker. Bonkoné! Jullie ook! Oh, bonkoné! Yes! En wat zou je nou gewonnen hebben? 30 cent. Nee. Als we nou, ik weet niet. Even kijken, 10, 20, 30, 40, 65, 70, 80, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 61. Oh, dus het is wel de moeite waard om te spelen. Dan kun je je spaarpot eigenlijk mee vullen. Zitten wij dit gewoon te spelen zonder muziek. Maar normaal zou je muziekje erbij aan zetten, denk ik. Ja. Nee, want dan hoor je niet wat ze roepen. Oké, ja. Dus tijdens het spelen is het gewoon stil. Stil, ja. Dan hoor je alleen maar af en toe bongene! Ja. Als ze blijven roepen die kaart. Oh, mijn nee! Roepen die kaart, ik wil die. Ja. Bijvoorbeeld als je 2 hebt op die kaart en dan roepen ze, ik wil 12 banaan, kom op 12 banaan, zo. Ja, en dan is iedereen helemaal fanatiek. Ja. Hey, en dan gaat het feest verder, wat voor muziek zet je aan? Wat er dan in de radio staat, dan zet kan je eens iets aanzetten? Ja. Iets wat jij leuke muziek vindt? Oké. Yeah.
Proost! Mocht je Charmaine een keer op straat tegenkomen of ze is toevallig echt je buurvrouw, zeg dan gerust kopje koffie, buurvrouw. Of nog leuker in het Antilliaans. Bisinha, wat heb je een kopje koffie? Bisinha, wat heb je een kopje koffie? Bisinha, wat heb je een kopje bebe. Een kopje koffie. Kopje koffie. Weet je zo, hè? Ja. Kopje koffie. Bisinha, wat heb je een bebe. Een kopje koffie.